Ik ben Rick. Ik kom, zoals je hoort, ik kom uit België. Ik heb ruim 20 jaar, zoals dat netjes heet, corporate ervaring. Ik heb bedrijven geleid. In 2009 heb ik het laatste bedrijf waar ik actief was hebben verkocht. En toen dacht ik, nou, ik ga niks meer doen. Dat is grandioos mislukt. En ik ben toen een beetje bij toeval in dit soort leven gerund. Ik open mijn keynote met de boodschap, een slechte boodschap, slecht nieuws. De wereld is vergaan. Ik begin heel graag met verwijzen naar de Maya-kalender. De Maya's zeggen dat de wereld is vergaan of gaat vergaan op 21 december 2012. En ik geloof echt dat dat gebeurd is. De wereld is vergaan. Nou, de wereld is niet vergaan, de wereld is gekanteld. Van het oude normaal in het nieuwe normaal. En het nieuwe normaal is een volledig gedigitaliseerde wereld, waarin een ander weefsel is ontstaan tussen mensen onderling en tussen bedrijven en mensen en bedrijven. En ik heb een model ontwikkeld wat dat kan uitleggen, wat dat helder maakt, hoe die oude wereld in elkaar zat en wat de fysica van de oude wereld is en wat de fysica van de nieuwe wereld is. De belangrijkste boodschap, hoop ik, is hoop. Ik hoop dat mensen na het lezen van het boek beter inzicht hebben in wat er nu effectief gebeurd is, wat er aan het gebeuren is en hoe ze daarop kunnen inspelen. De eerste slachtoffers van het kantelen van de wereld, je kan je niet verwijten dat ze daardoor verrast zijn geweest. Maar dat kunnen huidige bedrijven die nog niet die kanteling hebben meegemaakt, niet meer zeggen. En dus ik wil ze eigenlijk de kans geven om de kanteling voor te zijn. Om te zeggen, hey, in plaats van dat wij gekanteld worden, gaan we zelf ons oude businessmodel overhevelen in die gespiegelde nieuwe wereld. We gaan onze oude elementen, we gaan onze bouwstenen decomponeren, op een nieuwe manier in elkaar zetten in de nieuwe wereld. En als dat het resultante is van het lezen van mijn boek, dat men inziet van zo ziet die fysica eruit en zo kan ik mijn elementen gaan gebruiken in die nieuwe fysica, en ik ze zin geef, maar ook een aantal handvaten geef om daarmee aan de slag te gaan, dan denk ik dat het gelukt is. De grootste technologische veranderingen die we alle achter de rug hebben en die voor mij grotendeels die kanteling hebben bepaald, zijn drie superpowers. De eerste superpower die we hebben gekregen, we hebben het al een paar keer erover gehad, is de PC, de personal computer. Dan hebben we het internet gekregen. En het internet, 11 jaar geleden, zei Time al op de cover van Time magazine, Person of the Year is you. Voor het eerst krijgen wij toegang tot de information age. Dat is al 11 jaar geleden. Dat was dus de tweede superpower die wij als consumenten hebben gekregen. En de derde superpower heeft Steve Jobs in ons leven gebracht. Dat is de iPhone, waarvan Steve Jobs zei, iPhone is like having your life in your pocket. Dat is de eerste grote beweging geweest. Personal computer, smartphone en het internet. Dat is de eerste grote digitale golf geweest. Die hebben we nu, die tsunami, die golf is een tsunami geworden, die hebben we al gehad. Daarvan zien we nog altijd volop de slachtoffers. Nu, de volgende golf komt eraan. De volgende golf is ook een driehoekje. Dat is een driehoekje big data, artificiële intelligentie, robotisering. Die we nu volop zien doordringen, waarvan ik zeker weet in 2030 gaan we terugkijken en zeggen van, dat is het volgende grote ding geweest. Ik weet nog niet wat het precies gaat betekenen, maar ik weet wel dat het volgende grote verandering, de volgende grote veranderingen daaruit gaan voortkomen. Mensen hebben niks met technologie, maar er zijn die hilarische filmpjes van mensen die in 1999 geïnterviewd worden en met de vraag van, ga je ooit een mobiele telefoon gebruiken? Niemand gaat die gebruiken tot als je hem ter beschikking hebt. Technologie is niet iets zone vreemds. Dat is iets wat we ons eigenlijk heel snel eigen maken. Ik confronteer heel graag bij, als ik voor een zaal sta, mensen met hoe ze zelf ongelooflijk veranderd zijn in de afgelopen 5 jaar. En hoe eigenlijk seamless dat gegaan is, hoe naadloos dat van het een en het andere gevloeid is, hoe je zonder dat te beseffen al die technologie toch gaan gebruiken bent in je leven, ook al leek dat 3, 4, 5 jaar geleden iets wat je totaal nooit ging doen. Mensen gaan zonder dat ze het weten heel makkelijk over naar nieuwe technologie. Nou, het advies is niet van zet nu de technologie ten goede in mijn boek. Het advies zit echt puur op business.
Businessmensen, wees nou niet bang van die nieuwe technologieën. Wees niet bang van dat gekanteld zijn van de wereld, maar maak daar nu optimaal gebruik van. Bekijk het als een entrepreneur. Bekijk het van, hey, dit is een totaal nieuwe wereld, dat betekent een nieuwe markt. Dat betekent dat er nog heel veel low-hanging fruit is. Dat betekent dat er nog geen specialisten zijn. Dus ik kan ook de specialist worden in mijn segment. En dat betekent dat ik voor het eerst ooit, veel sneller dan ooit tevoren, een markt kan veroveren. Nou, dat zou de natte droom moeten zijn voor elke entrepreneur, maar dan moet je die angst achterlaten en dan moet je vol durven die fysica eigen maken en gaan denken, niet meer aan de ene kant van de spiegel, maar aan de andere kant van de spiegel. Niet meer in die oude bovenwereld die nu de onderwereld is geworden, maar echt durven denken volop in die digitale wereld. Vandaar dat ik graag het heb over, ik geloof niet in digitale strategie. Omdat dat meestal is van we nemen onze oude strategie en die gaan we digitaliseren. Dat is onvoldoende, want dan blijf je de oude patronen houden. Het is van doorbreek de patronen en zet nieuwe patronen op die maximaal gebruikmakend van dat nieuwe weefsel, van die nieuwe fysica. En dat heb ik met het boek geprobeerd, gewoon om die nieuwe fysica helder te maken. Op het moment dat je die fysica begrijpt, kun je ze toepassen.